Hallo beste kijkers van de Golden Eagle Channel, vandaag weer een gloednieuwe video en vandaag weer een hele gave video, want vandaag gaan we natuurlijk weer op onze eigen server spelen, want er was eigenlijk ook wel een klein beetje op verzoek van jullie van, hey Gold, maak nog meer content op je eigen server en over je eigen server. Dus ja, toen dacht ik zo van, hey, weet je wat, wij gaan iets leuks doen. Wij gaan namelijk vandaag survival spelen en wat we vandaag in survival gaan doen is onder het survivalen ga ik jullie wat dingetjes uitleggen waar jullie heel wat vraagjes over hadden. En dat is onder andere over een staffunctie. Bijvoorbeeld van, hey Gold, hoe kun je nu een staf worden en kan je solliciteren voor een staflid? Nou, daar gaan we het onder andere vandaag over hebben. En waar ik het ook nog heel even over wil hebben is, in deze survival op dit moment is er een challenge gaande. En omdat er op dit moment te weinig mensen nog bezig zijn met die challenge, wil ik het hier nog een keer bij deze benoemen. Want er moeten minimaal 5 deelnemers zijn om deze challenge, om die eigenlijk uiteindelijk door te laten gaan. En de bouwchallenge op dit moment is bouw een molen in survival. En zoals gewoonlijk, degene met het mooiste bouwwerk, dus diegene die de mooiste molen heeft gebouwd, die wint uiteraard weer natuurlijk een goldrankje of een rank upgrade, mocht je al een rank hebben. Nou, dat is in ieder geval eventjes voor nu. Nou, wat, weet je wat we gewoon gaan doen? Wij gaan zelf ook een molen bouwen in de tussentijd. We hebben genoeg cobblestone, we gaan hem gewoon lekker van cobblestone bouwen. En hebben we ook nog iets van hout? Ja, we hebben ook nog een klein beetje hout, dus dat nemen we lekker mee. En dan gaan we mooi een molen proberen te bouwen. Nou ja, in de tussentijd gaan we het dan hebben over de staffunctie. Want ja, hoe zit het nou? Ik krijg heel vaak de vraag en ik hoor ook wel vaker dat bijvoorbeeld de helpers de vragen krijgen van, hey, Gold, hoe kun je nu bijvoorbeeld dat gaat dan naar iemand anders, maar hoe kun je nu een stafrank krijgen? Of hoe kan ik een helper worden, of wat even dan ook, op de server of ergens anders? Nou, dat is heel erg makkelijk eigenlijk. Want bij ons is het heel erg belangrijk, ga er vooral niet om vragen. Want mensen die erom vragen, zeg ik altijd, die willen het heel graag, omdat ze dan, ja, ze hebben dan die tag en omdat ze dan die tech hebben, ja, hebben ze toch een of andere meerwaarde of zo. Of ja, zo voelt dat blijkbaar voor bepaalde mensen aan. Terwijl het helemaal niet zo is. Want ik zeg altijd van, je moet toch echt heel erg goed nadenken of je überhaupt wel een staf wilt zijn. Bijvoorbeeld op onze server. Want ja, een staffunctie, daar komt heel veel bij kijken. Je krijgt heel veel vragen. En daarbij is het ook nog zo dat je niet altijd gewoon je op een game kan concentreren. Want wat je dus heel vaak krijgt is als volgt van, je moet heel veel taken doen. Dus bijvoorbeeld je bent net lekker aan het bouwen en dan krijg je weer de vraag van, hey, hoe zit dit? Hoe moet dat? Nou, dan moet je toch meteen kunnen antwoorden. En daarom zoeken wij dus ook altijd, en dat is heel belangrijk om dit natuurlijk ook weer te weten. Daarom zijn we altijd op zoek naar actieve stafleden die ook heel veel verstand hebben van alle comments in-game. Die precies weten hoe en wat en die alle regeltjes precies kennen. Nou, ken je dat, dan heb je al een voordeeltje. Want ja, dan heb je al überhaupt een klein kansje bijvoorbeeld om een staflid te gaan worden. Maar natuurlijk, of course, je bent er nog lang niet. Want waar wij dus naar gaan kijken is op het moment dat jij bijvoorbeeld staflid zou willen worden, is bijvoorbeeld, ben je actief? Dat vinden wij heel belangrijk. Wij willen heel graag actieve stafleden. En waarom dat is, is omdat wij vinden het heel erg belangrijk dat wij ook op het stafteam kunnen bouwen. En dat kan alleen als een staflid actief is. Op het moment dat een staflid niet actief is, ja, dan hebben we op dat moment eigenlijk ook geen staflid op de server. En dan hebben we ook zoiets van, ja, wat hebben we aan een non-actieve staflid? Eigenlijk helemaal niks. We hebben echt iemand nodig die gewoon lekker actief is, maar die ook bijvoorbeeld speelt als er helemaal niemand is. Dus bijvoorbeeld die gewoon zoiets heeft, ja, maar ik vind het toch wel lekker om te gaan survivalen. Dus laten we lekker gaan survivalen bijvoorbeeld. Wat nog meer belangrijk is, is natuurlijk dat je altijd vriendelijk bent. Dat je, ja, je eigenlijk een beetje kan aanpassen aan de regels binnen natuurlijk onze community die we hebben. Het is belangrijk dat je geen history bijvoorbeeld hebt. Kijk, het ligt er natuurlijk ook aan wat voor history je hebt. Maar bijvoorbeeld op het moment dat je, ik zeg maar wat, een grief history zou hebben. Ja, dan ben je gewoon niet goed bezig. Want ja, kijk, weet je, als je bijvoorbeeld ooit al hebt gegriefd, dan hebben we echt zoiets van, ja, maar ho even. Kijk, iedereen weet op de standaardregel op elke server is, je mag niet grieven. Dus ja, bijvoorbeeld zou ik dat hebben gedaan, maak je minder kans. Maar natuurlijk uiteraard, ja, kijk, weet je, we zeggen altijd van, iedereen krijgt toch weer opnieuw kansen. Dus ja, mocht je toch een history hebben, om wat voor reden dan ook, ja, je kunt altijd alsnog bij ons altijd vragen van, hey Gold,
Ja, nee, nu zeg ik eigenlijk kun je altijd nog vragen. Maar eigenlijk, je moet het juist niet vragen. Want eigenlijk moet ik zelf naar je toe komen. Om dat te vragen of je dat zou willen doen. Maar in ieder geval, nou ja, dus dat is wel een belangrijk punt. Van let er wel op dat je je wel een beetje aan kan passen aan alle regels die we hebben. Want we hebben heel veel regels. Dat weet iedereen natuurlijk ook. En nou, die regels zijn alleen om het gezellig te houden natuurlijk op de server. Daarvoor zijn er eenmaal regels. En ja, kijk, weet je, valt me best wel mee met hoe moeilijke of zware regels het zijn. Maar ja, je moet je er wel natuurlijk aan kunnen aanpassen. Even koekeloeren hoor. Dat is eventjes omtrent dan bijvoorbeeld een staf. Dus dan hebben we het over een helper. Maar dan hebben we het natuurlijk ook over uiteraard van hey, hoe word je dan moderator? Of hoe word je bijvoorbeeld een admin? Want ja, die twee hebben we natuurlijk ook nog. Maar we hebben ook natuurlijk nog lead. En lead, dat is echt de allermoeilijkste categorie om daar te komen. Want dan, dat kan echt zomaar een... Ja, het kan zomaar zijn dat een jaar duurt voordat je daar komt. Soms zelfs 2 jaar. Ik heb al iemand gehad die heeft er 3 jaar over gedaan. Maar in ieder geval, dat is een functie dat... als je dat ooit voor elkaar krijgt, dan ben je echt super awesome. Want ja, kijk, weet je, het is een hele moeilijke functie om te krijgen. En waarom? Lead, die moet eigenlijk samen met mij eigenlijk de server een beetje gaan leiden. Dus daarom is een lead ook van... Die kunnen best wel veel dingen. Die kunnen ook heel veel dingen bepalen in de game. En op dit moment is het bijvoorbeeld... We hebben 1 helper op dit moment. Dat is natuurlijk Jeff. En nou ja, wat Jeff onder andere doet is me gewoon met kleine dingen helpen. Natuurlijk, hij is een aanspreekpunt voor jullie. Op het moment dat er natuurlijk vragen zijn of zo, zou hij ten alle tijde eventjes proberen te helpen natuurlijk. Dus ja, dat is eigenlijk wat Jeff doet als helper zijnde. Een helper is altijd de eerste stap. En ja, wat kan nu een helper precies? Want ja, dat wordt ook wel eens gevraagd van... Maar een helper eigenlijk, ja, een helper zelf... Hij kan niet heel veel extra dingen. Hij kan vooral de dingen om spelers te helpen. Want ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk dat een helper ook spelers kan helpen. Dus denk eraan bijvoorbeeld dat die bijvoorbeeld... die zou bijvoorbeeld een TP kunnen verdienen. Of een helper kan game modus en dat soort dingen. Never, nooit. Bijvoorbeeld als je een helper bent op de plotwereld, op creative. Dan kan het zijn dat jij bijvoorbeeld wat extra comments kunt om bijvoorbeeld plotjes aan te maken. Of mensen daarmee te helpen. Dat soort dingen. Dus echt een helper is echt gewoon een helpende functie voor de speler. Die zijn er echt om de spelers te helpen. Dan komen we aan eigenlijk daarna bij een staffunctie. En het is heel belangrijk van... Ik vertel heel veel. Ik vertel ook af en toe dingen dubbel. Maar het is wel heel belangrijk voor jullie om dit allemaal een beetje te horen. Want dan weten jullie ook een beetje hoe dat in elkaar steekt. Nou... Dan komen we er uiteindelijk aan natuurlijk bij. Na helper kun je natuurlijk doorgroeien. Dan kun je een echt officieel staflid gaan worden. En een staflid die heeft natuurlijk wat meer permissies. Die zou bijvoorbeeld ook kunnen helpen met iemand. In ieder geval bijvoorbeeld hier zo hebben we claims. Maar die zou je gewoon kunnen helpen in jouw claim bijvoorbeeld. Of die zou jou kunnen TP'en. Of die zou dat soort dingetjes kunnen doen. Die kan eigenlijk iets meer waar je iets meer comments voor nodig hebt. Want uiteraard, het is af en toe wel belangrijk dat iemand kan helpen die bepaalde comments heeft. Want ja, bepaalde permissies. Want heb je die permissies en die comments niet, dan wordt het af en toe een hele moeilijke natuurlijk om spelers te kunnen helpen. Maar daarom beginnen we dus ook altijd van, het is gewoon een vertrouwingsfunctie ook natuurlijk. Maar dan hebben we het eigenlijk ook een beetje over de server gedeelte. Nou ja, hoe zit het dan bijvoorbeeld op YouTube? Hoe kun je nou een chat moderator worden? Maar bijvoorbeeld ook op de server, hoe kun je een bouwer worden? Laten we eerst het gedeelte server afmaken en daarna gaan we door naar het volgende. Want hoe kun je dus nu bijvoorbeeld een bouwer worden? Nou, dat is heel makkelijk. Laat zien dat je actief bent. Bijvoorbeeld in de creator server of in de survival server. En laat zien dat je mooie dingen kunt bouwen. En dat je echt een bouw... dat je het leuk vindt om te bouwen. En dat je echt een bouwer functie eigenlijk in jou hebt. Dus dat je echt zoiets hebt van... Yo, ik kan echt zo goed bouwen. Ik vind het zo leuk om te doen. Dus alsjeblieft Gold, kan ik je helpen? Nou, op dat gebied, als ik dat zie, dan kan ik altijd naar je toe komen en vragen of je een projectje gaat bouwen. En dat is 9 van de 10 keer zou dat gewoon zijn op de creative server. Want we hebben een hele grote wereld met allemaal plotjes van 201 keer 201. En daar kun je dan eventueel mee aan de slag. Dus, nou ja, dat is eigenlijk een beetje hoe je bijvoorbeeld een bouwertaak zou kunnen krijgen. En verder is het eigenlijk, ja, dan gaan we gewoon door eigenlijk ook op de dingen, op, hoe heet dit... Op, over de Discord bijvoorbeeld. Discord hebben we natuurlijk ook staffuncties voor. Ook helperfuncties.
Jeff die is overal eigenlijk een beetje een helper op. Ook op Discord. Nou, een helper op Discord bijvoorbeeld, die helpt ook mee met de tickets beantwoorden. En een helper op Discord word je natuurlijk ook weer als je daar de regels natuurlijk een beetje kent. En als je ook gewoon eigenlijk al zelf af en toe handelt zonder dat je een functie zou hebben. Dus bijvoorbeeld op het moment dat jij nog geen helper bent, dan kun je natuurlijk wel gewoon mensen helpen. En zo kun je eigenlijk ook een helper rank in rollen, in groeien. En dat geldt dus eigenlijk ook op de Discord server. En dat geldt ook voor YouTube moderators. De YouTube chat moderators. Dat word je eigenlijk puur door actief te zijn in onder andere livestreams. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat moderator, dat die ook gewoon, ja, hoe heet het? Het is heel belangrijk. Well, ja, ik kan echt geen twee dingen tegelijkertijd, jongens. Echt heel erg is dit. Ik moet heel even laddertjes maken, maar ik weet echt totaal niet hoe. Een momentje. Ladder. Wow, kan ik niet zoeken. Kan ik niet zoeken naar ladder? Ik wil gewoon ladder maken. Nou ja, dan ga ik gewoon. Ah ja, hier zo. Ladders. Oké, okay, nice. Oh, ik heb er echt. Hey, wat? Wacht even hoor. Hey, wat? Oké. Okay. Een heel raar systeem, maar komt helemaal goed. We gaan heel even wat dingetjes maken hoor, jongens. Zo, even kijken. Zo, en dan doen we dit even zo. En dan is het dus zo, zo, zo. En dan hebben we laddertjes. Oké, okay, nice. Kunnen we weer verder babbelen. Maar op YouTube is het dus inderdaad ook precies hetzelfde. Gewoon van, help gewoon mensen mee. En op die manier kun je gewoon altijd doorgroeien bij ons. En voor iedereen, ja, staan de deuren altijd natuurlijk open. Om natuurlijk zo'n functie te kunnen krijgen. Het is echt niet zo dat ik mensen ga uitkiezen van, hey, nou ja, alleen jij maakt kans of alleen jij maakt kans. Nee, iedereen maakt bij ons eigenlijk wel een kansje. Alleen het is niet natuurlijk hup 1, 2, 3. En dat hebben jullie misschien ook al gemerkt. Want natuurlijk ook op onze... Oh nee. Nee, dit gaan we niet menen. Auw, doe niet. Potverdorie, vervelende spin. Ben ik iets aan het uitleggen. Maar in ieder geval, dus wat ik altijd al zeg is ook van... zorg gewoon dus vooral voor de top 3 tips. Ga er nooit om vragen. Dat is tip 1. Tip 2 is sowieso, wees heel erg actief, want we zoeken echt altijd actieve moderators. En tip 3 is van, hou je vooral altijd aan de regels binnen de community. Dus als je eigenlijk nooit hoeft te warmen en dat soort dingen, dan is het alleen maar goed, zeg ik altijd zo. Want ja, kijk, weet je, als we moeten warmen is het eigenlijk niet helemaal oké, want dan weet je bepaalde dingetjes niet van de community. En het is heel belangrijk dat je gewoon heel veel dingen wel weet. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd en daar mogen jullie heel eerlijk over zijn. Kijk, weet je, het maakt niks uit. Want ja, ik vraag nu zelf om. Wie van jullie zou een bepaalde taak willen krijgen binnen de community? Dus bijvoorbeeld een helper, chatmod of een moderator, weet ik veel, of zoiets. Misschien wel zelfs een projectleider. I don't know. We hebben echt genoeg mogelijkheden natuurlijk. En... laat ook eventjes dan weten welke functie je graag zou willen krijgen als je ooit een functie zou krijgen. Maar ook waarom jij die dan zou moeten krijgen. Ik ben heel benieuwd namelijk van ja, hoe jullie daarover denken. En wie weet is het ook wel een kantje om door te stromen naar een functie. Want we zijn dus ook echt op zoek daadwerkelijk naar een nieuw stafteam. We hebben nu natuurlijk al Jeff als helper. We hebben natuurlijk ook heel veel toffe... dingen die we nu op dit moment al een creative aan het bouwen zijn met een paar mensen die voor mij bouwtaken hebben gekregen. En ja, wat we willen. Ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Dus ik zou zeggen, laat het vooral even achter van hey, wat voor functie of taak zou jij graag willen krijgen? Degene met het leukste antwoord, die ga ik uitzoeken. Het origineel is het leukste antwoord. Op die vraag, die maakt ook weer kans op natuurlijk. Wat zullen we zeggen? Waar maak je kans op? Jij maakt kans op... ik vind dat een hele moeilijke. En wat zullen we doen? Die maakt kans op een... gold rank of een upgrade. Laat het daarop houden. Dus je maakt kans op een gold rank of een upgrade. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk hebben jullie weer genoten van deze video. En check ik jullie weer snel terug natuurlijk bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.